Tweede Wereldoorlog sleutelen een paar slimme kinderen aan hun voertuig. Een opa kijkt vanaf een afstandje. Super hard rennen. Ja, sorry, natuurlijk. Komt de toekomst. Maar alles niet. Hé jongens, vroeger was alles stukken beter. Er was geen oorlog, iedereen was aardig en vriendelijk. Maar tegenwoordig... Laten we maar kletsen. Super sonisch. Ik ben benieuwd of hij het doet. En nu kijken of hij rijdt. In het jaar 2144 wordt heerlijk in vrede gespeeld. De groepsleiders kijken trots naar hun krans. Dan komen de kinderen uit 1945 aangestoken. Wat is dat? Weet ik niet. Wie zijn dat? Dat weet ik ook niet. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Zulke rare apparaatjes hebben ze nog nooit gezien. Ze zijn hier echt heel vriendelijk. Echt ja. Raar. Maken jullie nooit ruzie of zoiets? Nee. Waar zijn we? We komen uit 2144. En jullie? Wij komen uit Gouda, 1945. Ja, we komen uit de oorlog. We zijn gevlucht. Maar hoe kan het zo zijn dat het hier zo vredig is? Ga ik jullie laten zien. Kom maar mee. De kinderen volgen de groepsleiders naar binnen. Een alien inspecteert het vreemde voertuig. Nou kijk, hier zijn we aan het werk. Hoe kan het dat jullie zo goed samenwerken met die aliens? Dat zal ik laten zien. Twee mensen. Vroeger was alles veel beter. Niet weer zo'n Surpiet. Ik dacht dat alleen wij zo'n opa hadden. Ik ben helemaal geen Surpiet. Ik ga jullie het recept van vrede laten zien. Kom maar mee. Ze komen aan bij de vredeskoks. Hallo. 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 Kunnen jullie deze kinderen laten zien wat het recept van vrede is? Natuurlijk. Ik ga even zoeken hoor. Oh, hier zo. Ik heb hier een iPhone 14 uit het jaar 2054. Even afstoffen hoor. Dat is het jaar dat de aliens hier kwamen. Dat is het jaar dat hier zo ook nog oorlog was. Er werd volop gevochten en geruzied. Toen de aliens kwamen, hadden zij het recept voor vrede. Het eerste ingrediënt was praten met elkaar. Ja. De aliens hebben toen honderden kinderen die leuk met elkaar konden spelen, van allerlei verschillende kleuren en dingen waar ze in geloofden, bij elkaar gezet. Zij werden de grootste vrienden en na een paar jaar zijn deze kinderen de leiders van de wereld geworden. Elke 4 jaar komen er nieuwe kinderen die leuk met elkaar kunnen spelen en aardig zijn aan de macht. Zo simpel is het! Ja, zo simpel ja. Is het. Ja. Welkom in 1945. Ik denk dat je het hier kan fixen. De kinderen hebben een alien meegenomen om vrede te stichten. Gelukt. Nou ja, gelukt. Ik ga nog heel even kijken. Nu is het echt gelukt. Jongens, het is vrede. De oorlog is voorbij. Ja! Ik moet nu gaan. Maar... als jullie gewoon normaal tegen elkaar doen en respect hebben, dan komt alles goed. Oké. Dat is het enige recept voor vrede.